Dit is Koinonia Bijbelstudies. Mijn naam is Robert Veen. We willen een, een, een serie video's maken over ideeën van het oude en het nieuwe verbond. En in het eerste deel proberen om een misverstand weg te nemen dat veel christenen hebben over de betekenis van het oude verbond. Men stelt het heel vaak zo voor dat het nieuwe verbond het enige en het enige belangrijke verbond is. En uh, dat we over het Oude Testament dus alleen maar moeten spreken als over het verouderde uh, Testament. Dat is alleen maar voor Israël, dat was particulier, alleen maar voor het Joodse volk enzovoort. Veel mensen spreken over het Eerste Testament en het Tweede Testament. Um, als we het over het Oude Testament en het Nieuwe Testament hebben, zo, dat was dus de vroegere benaming. Ik eh, blijf altijd spreken over het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Ten eerste omdat die benaming testament niets te maken heeft met erfenis of wat dan ook. En ten tweede omdat het woordje oud in de tijd van het Nieuwe Testament juist eerbiedwaardig en betrouwbaar betekende. Toch zit er achter die taalkundige omwenteling, dat theologisch correcte spreken van nu, een belangrijke kwestie. Het is onder christenen gebruikelijk om te benadrukken dat het Nieuwe Testament geheel iets nieuws brengt. En daarom komt het Oude Testament er in de beleving van de meeste gelovigen maar bekaaid af. Buiten de verhalen van Genesis, eh, over Abraham, Isaac en Jacob en buiten de psalmen is men er vaak nauwelijks mee bekend. Tussen het Oude en het Nieuwe Testament is een veel grotere continuïteit dan velen zich realiseren. Het is waar dat christenen in de eerste eeuw dat Oude Testament vanuit het perspectief van Jezus Christus, van de Messias Jezus, zijn gaan lezen. Het is ook waar dat ze de Bijbel zijn gaan lezen in de Griekse vertaling die een iets andere indeling heeft, zodat het net lijkt alsof het Oude Testament niets anders is dan de historische inleiding of de voorgeschiedenis van de komst van de Messias. Het is ook waar dat velen in het verleden, om met het Oude Testament nog te kunnen omgaan. allerlei manieren van denken hebben gebruikt, zoals typologie. De figuren uit het Oude Testament waren dan voorafschaduwingen van Jezus. Zo is Isaac dan een type van Jezus, omdat hij dan het offer is. dat gebracht wordt om verzoening te brengen. Er wordt ook veel allegorie gebruikt. Dan krijgen. Termen uit het Oude Testament, een symbolische uh, strekking en dan worden ze gebruikt om nieuwtestamentische realiteiten aan te duiden. Um, dat is ook een manier om naar de Bijbel te kijken, die vooral in de Eerste Eeuwen heel populair was. Daarmee wordt de letterlijke betekenis van het Oude Testament steeds verder op de achtergrond gedrongen. Nu is dat op zichzelf nog niet zo verkeerd, het is in ieder geval een procedure die ook in het jodendom gebruikt wordt. En het is binnen de tenag zelf ook geen ongebruikelijke methode van interpreteren. Maar dat neemt niet weg dat in het Nieuwe Testament er ook een nadrukkelijke aansluiting is bij begrippen en ideeën uit het Oude Testament. Zelfs bij de apocryfe literatuur, maar vooral toch begrippen en ideeën uit het Oude Testament. En dat kunnen we als, als volgt formuleren. Het Nieuwe Testament wil als geheel laten zien dat Jezus Christus de vervulling is van de beloften en profetieën uit het Oude Testament. De eerste belofte al de aankondiging dat het zaad van de vrouw de kop van de slang zal vernietigen. Maar ook vervolgens en dat de geschiedenis van Israël, te beginnen bij de intocht in het land onder Jozua, maar dan eindigend met de ballingschap van Judah. Uh, aan het slot van twee koningen. De geschiedenis van Israël die doodgelopen is in de ballingschap van Juda. Uh, uh, gedeeltelijk de terugkeer onder Esther en Nehemia. En het herstel van de tempeldienst. Maar dan toch weer de Griekse overheersing. Dan de Romeinse overheersing. Een doodgelopen geschiedenis dat die in hem doorgaat. Dat is een belangrijk gegeven uit het Nieuwe Testament. Om... Uh, dat ene misverstand nu meteen uit de weg te uh, helpen, wil ik het hebben over de universele strekking van het oude verbond. Het Oude Testament is ook een universeel verbond. Um, het is niet een particulier verbond. En dan komt Jezus, en dan gaat het open naar de volkeren. Het is van meet af aan een universeel verbond. De belofte aan Abraham in Genesis 12: Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En met u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Vooral in Genesis wordt duidelijk dat God van metafaan de hele mensheid wil betrekken bij zijn verbond. De volkerenwereld die geschetst wordt in Genesis 10, is niet alleen maar de achtergrond van het verhaal van Israël. In de roeping van Abraham, de vader van het volk, wordt zichtbaar dat God door middel van het volk Israël de hele mensheid wil verlossen van de chaosmachten die de schepping van meet af aan bedreigd hebben. Er is een zege voor de volkeren aan Abraham gegeven. De verkiezing van Israël als een koninklijk priesterschap te midden van de volkeren was en is, ook in christelijk perspectief, het begin van Gods handelen met de hele wereld. Dat het om de mensheid als geheel te doen was, werd hier en daar in het Oude Testament al duidelijk. We volstaan met enkele teksten om deze tendens aan te duiden. De profeten maakten duidelijk dat het om de mensheid als geheel ging, wanneer Israël in bepaalde fasen van haar geschiedenis meende dat het alleen maar om haarzelf te doen was. En dat zie je heel fraai bij de profeet Amos. Amos 3, vers 1. Uit alle volkeren op aarde heb ik alleen jullie uitgekozen. Israël is de drager van de zegen van Abraham en de belofte aan Abraham dat door hem alle volkeren van de aardbodem gezegend zullen worden. Maar de consequentie is, daarom zal ik jullie voor al je wandaden straffen. Er is een keerzijde aan deze uitverkiezing. Israël moet een modelvolk zijn, moet laten zien wat het betekent om God te gehoorzamen. Om te relativeren wat de uitverkiezing van Israël betekent, vinden we ook nog deze tekst uit Amos. Zijn jullie voor mij soms meer dan de Nubiërs, Israël, spreekt de Heer. Ik heb jullie uit Egypte weggeleid. Nu, dat is Israëls uittocht uit de volkerenwereld, uit het huis van de dood in Egypte. En dat is de funderende, de grondleggende gebeurtenis in de geschiedenis van Israël. Maar dan staat er, maar ook de Filistijnen uit Creta en de Arameërs uit Kir. Eh, ook die zijn uitgeleid op die wijze. Ook in de Tempel van Salomo vinden we dat element van de, ja, de opening van de zegen en de belofte aan Israël naar andere volkeren. De uitverkiezing was niet uniek. En die had een doel. De uittocht was niet uniek. Maar bij Israël had ze een bijzonder, bijzonder doel. Met alle volkeren heeft God een eigen geschiedenis en omgang. Zelfs wanneer deze volkeren de Heeren niet herkenden of erkenden als hun God. Dat was dus op zich niet uniek. Maar wel de taak die Israël als de eerstgeborene. te midden van de volkeren te vervullen kreeg. En dat gold ook van de eredienst van Israël. En dat zien we dus vrij. In deze tekst uit 1 Koningen 8. Daar bidt Salomo bij de in gebruikname van de tempel. Ook wanneer een vreemdeling die niet tot uw volk Israël behoort. en die uit een ver land hierheen is gekomen om u te vereren. want ook daar is de faam van uw sterke hand. en opgeheven arm doorgedrongen. wanneer een vreemdeling hierheen komt en een gebed richt naar deze tempel. aanhoor hem dan vanuit de hemel, uw woonplaats. en doe wat hij u vraagt. Salomon vraagt dus zelfs uitdrukkelijk naar de uh, zegen ook voor de vreemdelingen, voor de niet-joden die bij de tempel zijn. Ten slotte uit uh, het boek Jezaja nog deze aanbeveling. En de vreemdeling die zich met de Heer heeft verbonden om hem te dienen en zijn naam lief te hebben, om dienaar van de Heer te zijn. Ieder die de sabbat in acht neemt en niet ontwijdt, ieder die vasthoudt aan mijn verbond. Hem breng ik naar mijn heilige berg en schenk ik vreugde in mijn huis van gebed. Zijn offers zijn welkom op mijn altaar. Mijn tempel zal heten huis van gebed voor alle volken. Ook niet-joden konden de Sabbat vieren. Ook niet-joden konden zich scharen onder het verbond van de Sinaï. Juist door deze opening van het verbond naar de niet-joden toe, kon de zegen van Abraham naar de volken gaan. En zo komt in anticipatie daarop, al in het Oude Testament, een aantal niet-Joden heel scherp in beeld. Zo wordt de Moabitische Rut bijvoorbeeld in de geschiedenis van Israël ingelijfd. En door haar huwelijk met Boaz wordt ze een voormoeder, eerst van David en later ook van Jezus, die in de lijn van David wordt eh, geboren. Naaman de Syriër wordt genezen door de profeet Elisa in 2 Koningen 5... en wordt een aanhanger van de God van Israël. Giram is de koning van Tyrus... die mag bijdragen aan de bouw van de tempel van Salomo. Zoals we lezen in 1 Koningen 5 vers 1 tot en met 18. We hebben de koningin van Sheva, die de grote wijsheid van Salomo kent... en hem ook komt opzoeken... en hem vereert om zijn wijsheid. In 1 Koningen 10, vers 6 en 7. En we hebben de geschiedenis van Jona... waar blijkt dat de Heer ook zijn... profetische oproep tot bekering... aan de volkeren richt, aan de volkeren. In dit geval Nineveh. En dat de profeet, hoewel aarzelend... Eh, toch eh, die boodschap geacht wordt te brengen. Je ziet daar iets van het verzet... ook binnen Israël tegen haar eigen... universele roeping. Het is dus niet juist om te zeggen dat het Oude Testament alleen maar het boek van Israël is en het Nieuwe Testament een boek is voor de hele mensheid. De particuliere geschiedenis van Israël is de manier waarop de schepper van hemel en aarde de universele geschiedenis van de mensheid beïnvloedt. In het algemeen geldt voor de hele Bijbel dat er een beweging is van het particuliere naar het universele toe. In de ene mens, Adam, wordt de hele mensheid bedoeld. In de ene uitverkorene, Abraham, wordt de hele mensheid gezegend. In de ene zoon van God, David, namelijk de koning, wordt het hele volk als zoon van God gezien. Ten slotte is dat in het Nieuwe Testament niet anders. In die ene Jezus Christus vinden we de hele mensheid terug. En daarom zou het helemaal niet zo erg zijn als wij blijven spreken over dat oude verbond omdat dat universele verbond in het nieuwe verbond alleen maar een nadere vervulling heeft ontvangen. Een nadere vervulling in de persoon van Jezus Christus, de Messias vanuit Israël, voor de volkeren.